Mensen, tof te kijken naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Rodney. Ik ben hier vandaag in een game die ik van internet getrokken heb. Hill Climb Racing heet het. Het staat hier ergens in het beeld. Of het staat ergens. Maakt niet uit, komt van zo ergens voorbij. Dat doen eigenlijk alle games, staat het er spontaan. Dus in ieder geval, het is een, ik speel vandaag een game. Ik ga het jullie gewoon even laten zien. Een game ziet er best wel easy uit. Het is ook vrij easy eigenlijk. Je moet gewoon met je pijltje toetsen. In dit geval links en rechts. Dan moet je gewoon gas geven en remmen. Waardoor je punt dus omhoog gaat. Met door naar voren te gaan. Dat zie je ook een beetje als ik spring. Ja, kijk, zie. Of naar, helemaal naar beneden. Dus dat is op zich best grappig. Alleen het nadeel is wel dat het best wel moeilijk sturen is. Omdat je eigenlijk alleen daarmee kan sturen. Het is best wel een beetje verwarrend zo hier en daar. In ieder geval, ik ga proberen voor jullie lekker een beetje te racen in deze game. Het is best wel, zoals je al zag, het is best wel verwarrend. Oh. Ja, oké. Okay. Het is best wel verwarrend met die neus. Want gas geven en remmen, dat is op zich geen ding. Maar normaal heb je nog aparte pijltjes of iets om te sturen. Of je omhoog of omlaag wil. Maar dat heb je nu dus niet. Dus je moet echt... Je moet echt gewoon heel goed focussen. Echt heel goed kijken. Dus het ziet allemaal heel makkelijk uit. In principe is het ook niet heel erg ingewikkeld. Want het zijn inderdaad maar twee toetsen. Maar je moet er wel even rekening mee houden dat het dus best wel een dingetje is. Dat je even let op hoe je neus gaat. Want anders ga je zo de afgrond in. En dat is natuurlijk helemaal niet iets wat je moet hebben. Ik speel deze game nu eigenlijk pas een paar uurtjes. Ik denk een kwartiertje of drie of zo. Want ik heb namelijk hiervoor al een video gemaakt. Maar ik was vergeten het geluid van deze game uit te zetten. En het geluid was fucking hard. Dus met andere woorden, je hoorde mij maar een heel klein beetje onder dat geluid van die game door een beetje kletsen. Dus dat had helemaal geen zin. Dus nu is er gewoon geen geluid van de game. Dus jullie zullen er waarschijnlijk nooit achter komen hoe dat geluid in elkaar zit. Tenzij ik zelf even de game download, want de game is gratis. Dus ja... Ik hou wel van gratis games. Ik ben Hollander, weet je. Ik kan er niks aan doen. Dus, weet je, de game is gratis. Het is heel climb racing als het goed is. En ik vind het op zich best wel grappig. Ik heb ondertussen een... Dat was een printer. Ik schrok me helemaal kapot, man. In ieder geval, je kan de game dus gewoon kopen, weet je. Je kan de game gewoon gratis kopen. Dat is helemaal niks bijzonders. Ik rij nu met een voertuig die ik later nog gekocht heb. Het is niet het voertuig waarmee ik begin. Deze rijdt best wel lekker, vind ik. Het is een raceauto of zoiets. Het lijkt een beetje op een rode F1 auto, maar ik weet niet precies hoe dat ding heette. En ja, ik heb ondertussen inderdaad al wat meters gemaakt, zoals jullie zien. En oh shit, zonder dat ik een beetje door heb wat ik aan het doen ben, heb ik best wel wat meters gemaakt. Nee! Oh, ik dacht even heel stiekem dat als ik gewoon aan het praten was, dat ik gewoon even dat record zou breken. Maar nee. 24.000 muntjes, ik ga ondertussen weer even deze shit. Nieuw niveau ontgrendeld. Oké. We gaan van deze naar 5 doen. Kijk eens hoe super groot een koeilet dat staat. Holy shit. 5. 5. Ja, dit heb ik eigenlijk niet nodig. Want je krijgt punten voor airtime. Dus waarom zou je dat upgraden? Dat begrijp ik dan weer net niet hoor. Maar dat ligt misschien aan mij. Dus, oké. Traject niveau 5, traject 1800 meter. Kunnen wij. Ik heb net gewoon even rustig aan gedaan, een beetje gepraat, zoals eigenlijk altijd. Maar we gaan gewoon proberen om lekker rustig een beetje aan te doen, want het wordt best wel donker in mijn kamer, zie je. Maar je ziet mij in principe nog wel, oké. Als ik hierna dood ben, ga ik gewoon even een lampje aan doen. Dan zul je even zo'n knal met licht zien en daarna zie je mij gewoon heel duidelijk. Oh, ik zal nog kijken of ik mijn banden kon opblazen, kan dat? Oké, ik druk ze alle drie tegelijk in. Oh, dan gaat hij achteruit. En als ik nou zo doe? Nee, dan gaat hij nog eens achteruit. Want als ik alle twee tegelijk indruk, dat hoor je dus nu. Gaat hij dus weer achteruit. Eerst dan rent hij met twee tegelijk. En daarna gaat hij achteruit. Is er nog meer? Ik spatie dit dus ook niks. Maar dus stond ik nergens uit wat ik moest doen. De eerste keer was er van, oké, ik sta stil. Ik reed toen zelfs naar achteren. Wat de fuck moet ik doen? Brake en gas. Wat de fuck moet ik dan doen, weet je? Je hebt geen idee. Je hebt alle toetsen kan het zijn. Ik had al voorkeur aan een idee, maar... Weet je, dat is nooit, weet je nooit zeker. Dus daar moest ik even op letten doen. Maar ja, nu gaat het op zich wel zoek. Maar het blijft natuurlijk moeilijk dat je maar twee toetsen hebt. En dat maakt het een stuk moeilijker. En ik zou mijn lamp aan doen. Dat ging ik doen. Misschien kan ik dat wel even doen zo. Als ik dichtbij zo'n benzinestation ben, ga ik gewoon even snel rijken. En dan pak ik gewoon snel, bam, die lamp. En dan is het gewoon helemaal perfect. Oh ja, ik zie hem hier nu aankomen. Kijk. Hoppa. Kijk, dat is al een stukje mooier, denk ik. Voor het resultaat van mijn facecam is dit toch wel mooi. Het ging toch even snel? Dat heb ik even soepeltjes gedaan. Hoppatee. Zo fix je dat gewoon. Oké. Focus. Ik wil even focussen. Ik wil echt heel graag even mijn recordje breken. Als dat niet lukt, weet je, dan niet. Je kan ook gewoon meespelen. Ik weet niet of deze game ook online kan. Zou het wel kunnen. Zou het wel tof zijn.
Maar zover ik weet is het gewoon een game die een beetje op je eigen computer een beetje kan spelen in die vrije uren. Of als je aan het reizen bent natuurlijk op je laptop, want je hebt voor dit spel geen internet nodig, zover ik weet. Dat ik niet weet of je online kan. Dus op zich is het ook een game waarmee je lekker je tijd kan verknoeien als je echt niks te doen hebt. Dus go! Ga lekker je gang. Als je lekker veel reist, ik reis ook veel hoor, daar niet van. Als je lekker veel reist, ga je gewoon lekker deze game lekker een beetje aankloten op je laptop. Iedereen doet dat wel, denk ik. Oké, hier is het gaan. En hier gas. En nying, gas bij. Oh shit, dat is weer zo'n hoog bergje. Hier ging ik net eens dood, dus hier moet ik rustig aan doen. En voorzichtig ook. Vooral voorzichtig, want ik ga steeds over de kop. Het is niet eens omdat ik echt... Oké, ik ging een keertje dood. Omdat ik dus geen benzine meer had. Dus ik moet ook letten dat ik een beetje doorgas. Maar hier ga je best wel ver naar beneden. Dus hier moet je eigenlijk even terug. En dan moet je even in één keer doorgassen. Anders kom je er echt niet op. Daar ben ik van overtuigd. Oké, hier is er weer eentje. Oké, ik moet erop letten, want ik ben nu dichtbij. Uh-oh. Oké, hup. Nee! Ga je niet menen. Fucking gast. Ah, kom op. Ik heb wel het record gebroken. Zonder brandstof. Dit is wel echt heel zielig hoor. Kom op, dit kan beter jongens. Deze moet in één keer goed. Ja, deze moet in één keer goed. Deze moet ook in één keer goed eigenlijk. Dat red ik niet. Nu moet ik in één keer gas. Nu moet ik gassen. Nee! Oh! Waarom deed het ding zo raar? Het ging helemaal... Chauffeur onderruit? Ik dacht chauffeur onderruit. Dus de onderkant van de ruit. Maar onderuit. En geen brandstof meer. Ik sprong over dat ding heen. En ik heb maar... Oké, dat ding staat dus... Ik denk dat die 2 op 1875 zit ofzo. Ik wil het nu nog één keertje doen. Nu ben ik het ook echt... Hij zit nog steeds... Als je echt gas geeft, dan zit hij erbij. Alsof hij een beetje dood is al. En dan knakt hij zijn nek en dan is hij spontaan helemaal dood. Terwijl hij nu al bijna dood erbij zit in mijn ogen. Oh, nee. Oh! Gaat dan ook niet liggen. Oh. 36.000. Oké, laatste keer. Als dit het niet wordt, dan ga ik het gewoon, ik denk, volgende keer nog een keer proberen. Als jullie dit leuk vinden in ieder geval. Als jullie het niet leuk vinden, laat het dan even achter. Als je het wel leuk vindt, laat het dan in ieder geval wel achter. En doe alvast even dat blauw duimpje. Dat is voor mij heeft het echt waarde. Het kost helemaal niks. Dus dat is voor jullie ook nog eens hartstikke mooi. Een soort van win-win. Zo moet je het zien. Ik word er blij van. En het kost je niks. Ja, oké. 0,01 seconde om even van je vinger, even van het pauze knopje naar dat like knopje. Maar dat is alles. Dat heb je zo gedaan. Dat is echt niet moeilijk. Ik wilde, als het jullie echt niet lukt, dan laat ik zeggen 3 of 4 likes, dan ga ik een tutorial over maken. Dat kan misschien wel. Ik ga jullie daar gewoon mee helpen. Dat komt goed. Ik sta ervoor klaar als het moet. Het komt goed, jongens. Oké. Maar we gaan nog even kijken of we ondertussen... Weet je, ik ga er gewoon, als het echt niet lukt, ga ik een tutorial over maken. Oh, hij ging met zijn punten vol erin. Ik dacht even dat ik dood was. Oké. Hij vliegt wel echt keihard zo, zeg. Kunnen leren. Als je echt gas geeft nu, dan gaat hij ook echt gewoon vliegen ook. Nee! Oh, 1008 meter. En dan vliegt hij ook gewoon weer weg. Maar wel 34.000, oké. 114.000. Wat kan ik hiervan upgraden? Niet die beide. Hij vliegt wel lekker. Vind ik op zich wel prima. Ophanging. Ik weet niet wat die shit doet, maar banden is altijd belangrijk. Dat is in ieder geval handig voor de volgende keer. In ieder geval, hoop jullie van deze video genoten hebben. Doe zoals ik zei, als even de 3, 4 duimpjes omhoog. Dat zou ik super tof vinden. Abonneer even op mijn kanaal hier beneden. Het is gratis, dus alsjeblieft. Doe het even. Dan blijf je gewoon gratis op de hoogte van de video's die ik upload. Dat is sowieso al bij een beetje standaard tijd. Maar blijf je toch lekker op de hoogte. Super chill. In ieder geval, hoop jullie van deze video genoten hebben. Als jullie dit wat vinden. Je kan het altijd gewoon downloaden. Het is gratis. Het heel Climb Racing. Het staat hier ergens vast wel. Of het staat in de titel. Ik weet het niet. Ik zet het wel ergens neer. Komt wel goed. In ieder geval, hoop jullie van deze video genoten hebben. Doe een blauwe duim omhoog. Zoals ik al zei. Vergeet niet te abonneren en te reageren. Zoals ik heb uitgelegd net. En dan zeg ik bedankt voor het kijken. Laters. Dag. En doei.